Voorwaarts en Meeuwen mochten de aftrap geven van speeldag 3 in de topleague-competitie en dan zitten we meteen bij het korfbal. De einduitslag laat vermoeden dat het een walk-over was voor de thuisploeg, maar niets is minder waar. Het jeugdig geweld van Meeuwen gaat goed mee met deze kruisfinalistkandidaat en blijven lange tijd op gelijke hoogte en komen zelf op voorsprong 2-4. De thuisploeg probeert Meeuwen van zich af te slaan. Het gaat erop en erover. Het staat 10-8. Beide teams gaan een versnelling hoger en ze komen we uit bij een 13-13. De bezoekers kunnen dan nog eenmaal aanklampen, 15-14. Maar dan is het de thuisploeg die de kloof weet te slaan. Na een overdreven 23-17 houden zij de punten in eigen huis. Als we terugkijken naar vorig seizoen, hebben we Meeuwen 3 keer of 4 keer gehad en hebben we toch meerdere keren verloren. En ja, dat kantelmoment, dat was super belangrijk in de wedstrijd. En ik vind dat we dat heel volwassen hebben opgepakt en niet zijn beginnen twijfelen aan ons plan zoals we de eerste wedstrijd tegen Borgerhout hebben gedaan. Dus ik ben eigenlijk zeer tevreden vandaag. Een aantal jonge talenten die toch elke week weer een stukje beter gaan. Vandaag Levi van den Dijken, die een bangelijke match speelt tegen Christophe Hellemans, die dan international is. Levi doet gewoon helemaal niet voor hem onder. Dus dat vind ik al een hele prestatie. En zie je toch dat er een enorme groei zit in deze groep. Je moet alleen het geduld houden en blijven werken. En dan komen de resultaten vanzelf. Ik denk dat we vrij aardig beginnen. We hebben wel veel kansen, maar we scoren ze gewoon niet. En daardoor dat mee op 2 punten blijft. In het begin van de tweede helft valt ons scorend vermogen best stil. Maar onze verdediging staat er nog altijd wel. En als in één bal viel, dan viel ineens alles terug op zijn plaats. En dan toch mijn verdiende overwinning, toch de punten thuis gaan. We hadden sowieso meer kansen als voorwaarts, maar die gingen er dan niet in. En de tweede helft zijn we even sterker de startblokken vertrokken en viel ze er wel in. En dan was het gelijk op heel de match. Maar de laatste 10 minuten of de laatste kwartier begonnen voorwaarts goed binnen te gooien. En bij ons liet de afwerking het zo. Het ging niet meer goed winnen. Het verschil gemaakt de laatste 10 minuten, kwartier denk ik. Op Boekenberg was het verzamelen geblazen voor de komst van Kwik. Een wedstrijd die niet meteen op veel supporters kon rekenen. Daarna de demonstratie van Boekenberg afgelopen week. Misschien de winnaar op voorhand al gekend was. Niet dus. Ook hier krijgen we een aangename wedstrijd te zien waar Kwik op gelijke hoogte kan blijven van de regerende landskampioen. En steeds op gelijke hoogte weet te blijven. Zodat we gaan rusten na een aangename eerste helft met een score van 10-10. In de tweede helft gaat Kwik zelfs een kloof slaan van 3 goals, de 10-13. Maar de thuisploeg weet zich terug te knokken in de wedstrijd. Het staat 18-16. Kwik kan dan nog tot op een punt komen, 19-18 en 20-19, maar heeft dan al zijn beste kruid verschoten. En zo moeten zij voor de tweede week op rij toezien hoe de tegenstrever met de punten aan de haal gaat, waar ze zelfs misschien meer verdienden. Boekenberg versus Kwik met een eindscore van 27-22. Alles is mogelijk in deze zaalcompetitie. Als je nu ziet, Boekenberg scoort 2 maal bijna 30 doelpunten of meer. Tegen ons 27. En dan denkt iedereen, we zijn hier kansloos. We staan laatste met 0 punten. Maar als we hier hebben laten zien, als we dit niveau kunnen verder zetten naar komende wedstrijden, dan gaan we punten pakken. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, Florian uit. We zijn al gewaarschuwd geweest door Scaldis. Die zeggen van, het wordt daar heel moeilijk. Ook net zoals ik vorige week al zei, elke wedstrijd wordt heel moeilijk. Dus we gaan ons er heel goed op voorbereiden dat we het in Gent onszelf kunnen belonen om in de race te blijven. Moeilijke ploeg, ook een jonge ploeg. We gaan er zeker ook even hard voor gaan als Kwik. Het zal moeilijk worden, maar we gaan ons best doen en we gaan het beste er proberen uit te krijgen. Ja, we zijn nu 3 speeldagen ver. We hebben AKC gehad, we boeken meer recht tegen voorwaarts. Hadden we beter moeten doen. Maar het zijn nog 11 matchen. Maar alleen de volgende match telt vanaf nu dus. In de derde wedstrijd die op zondag op het programma stond, ontving Borgerhout Groenwit promovendus Floriant. En na de blamage van de afgelopen speeldag van de thuisploeg hadden zij alvast iets goed te maken. Dat was echter buiten de Gentenaars gerekend, want zij gaan het beste van start en hebben hun huiswerk goed gemaakt. Het staat 0-5. De thuisploeg probeert wel van dichter te komen, maar slaagt daar niet meteen in. En zo hebben we toch wel een onwaarschijnlijk, misschien
onverwachte tussenstand en ruststand 4-10. In de tweede helft blijft Floriant het betere spel op de mat leggen en kan de thuisploeg de kloof niet dichten. De 7-13. Ondanks dat Floriant de wedstrijd wint met 17-20, ziet thuiscoach Eddy van Hoof toch niet meteen in dat dit Floriant de kruisfinales gaat halen. Ik denk niet dat Floriant het gaat houden. Ik denk dat ze daar nog niet rijp genoeg voor zijn als team. Het is een goed team, het is een hardwerkend team. Ik denk dat ze nog net de rijpheid missen om dat te houden. Als ze het verdienen, verdienen ze het. En als ze links en rechts punten sprokkelen. Maar ik heb hun twee andere wedstrijden ook gezien. Ik heb ze tegen Meeuwen gezien. Vond ik niet zo overtuigend. Ik heb ze uiteraard ook tegen Skaldus gezien. Vond ik 19-18 dacht ik dat het was. Vond ik ook niet zo'n wedstrijd om te zeggen van hier staat een kruisfinalist. Dus het kan, hè, maar ik heb mijn twijfels erover. We wisten eerste wedstrijd mee dat dat een belangrijke was. Zonder druk te zetten hebben we wel gezegd van, ja, dan moeten we toch proberen iets te halen. Dan wisten we dat we als Caldis Burgerhout Boekenberg achter elkaar. Dus hadden we niet op iets gehoopt, zeker verplaatsing Burgerhout. Maar ja, als je de prestatie van de ploeg vandaag ziet, ja, ze zeggen het dikwijls tegen mij, ga je hoger mikken? Nee, onze doelstelling blijft wel behoud. Maar als we dit week na week kunnen brengen, dan mogen we misschien toch wel dromen van meer. Het kost natuurlijk enorm veel energie om terug te komen. En dan is het spijtig dat we juist dat tikkeltje energie niet meer hebben om het inderdaad af te maken. Hè, om gelijk te komen en erover te gaan. Hetzelfde verhaal als vorige week tegen Boekenberg. Daar komen we ook terug tot 2 punten. Als we er mentaal sterk genoeg zijn, kunnen we gelijk komen en erover gaan. Maar dat is een werkproces. Ik denk op zich dat dit ook niet zo erg is. In een belangrijke wedstrijd kan dat gebeuren. En deze is ook training. Dus we zijn nog vroeg in de competitie. Het is een kwestie van deze mee te nemen naar de volgende wedstrijden en dan wel te tonen dat we het kunnen. Ja, eigenlijk zouden we niet mogen panikeren. Ik denk dat we dat ook niet echt gedaan hebben. Ik denk dat de coach dan wel een time-out heeft genomen dat wel zeker van pas kwam. En dan hebben we toch terug ons kunnen herpakken en toch terug de punten mee kunnen naar huis nemen. De laatste wedstrijd van de speeldag was meteen de topper. Royal Scaldus versus AKC Luma mochten onderling uitmaken wie na deze speeldag 3 alleen aan de leiding kwam. Een goed gevulde thuisarena van Scaldus zien een beklijvend duel waarin geen van beide teams elkaar iets toegeven en waar de familie Peters, jawel, een beslissende rol zouden spelen en dat zag ook Chiara Driessen van AKC Luma. Ja, als David Peters 10 golen maakt, jij goed, maar we hebben vandaag ook de andere spelers iets te veel laten scoren en ik denk dat daar het probleem zit bij ons. Toch een gelijkopgaande wedstrijd waar het smullen is van de mooie korven aan beide zijden. Beurtelings scoren en zo gaan we naar een 20-20 en een beklijvend slot. Scaldus staat ondertussen 3 punten voor, 25-22, maar wanneer Mertens een vrije worp mag nemen, staat het 25-23. We zitten ondertussen in de slotseconde wanneer Jari Hardies met een 25-24 de eindscore binnengooit. Na speeldag 3 hebben we nog 1 leider, met andere woorden, Royal Scaldus met een 6-6. Ja, als David in aanval staat, dan hebben we er volle vertrouwen in dat hij de kloof gaat maken. En dat heeft hem dan ook gedaan. En onze kant, de Glenn en de Jo, ons vak, heeft heel sterk verdedigd. Ik denk dat wij 10 minuten minstens aan 1 stuk door in verdediging hebben gestaan en geen goal hebben tegen gehad. Dus ja, ik denk dat we het mooi hebben volgehouden tot de laatste minuut. En voilà, we zijn heel content. Ik denk dat we 3 goede tegenstanders hebben gehad. Ik ben heel blij dat we 3 keer hebben kunnen winnen. Het was zeker niet gemakkelijk. Maar ja, de competitie is nog lang natuurlijk. Ik ben blij natuurlijk dat we 6 punten hebben, maar op zich het is nog heel vroeg. Er kan nog van alles gebeuren. Ik denk dat ons niveau nog hoger moet. De eerste wedstrijd was degelijk, de tweede wedstrijd was slecht. Vandaag spelen we een degelijke wedstrijd, zeker geen topwedstrijd. Daarvoor hebben we te veel fouten gemaakt, zowel aanvallend als verdedigend. Maar we hebben wel tot laatst in de wedstrijd gezeten tegen een rechtstreekse concurrent. Dus als ons niveau nog stijgt, dan zijn onze ambities nog altijd gewettigd.